De bibliotheek van Hurde Griep sluit van 1 januari al de dwarren. De gemeente Tjechse deel wil bezuinigen op haar drie bibliotheken en die van Hurde Griep maar dus dicht. Sinds de digitalisering een hele grote mensen nou de oerstap maken naar e-books en luisterboeken, dus digitaal lezen en luisteren. Wij zien je het eigenlijk nou net meer in de gebouwen, in de stin, want het gaat eigenlijk een hele grote geld naar die stin. Dat wordt het duur, ja. Bij alle drie bibliotheken in de gemeente wordt bezuinigen, maar Hurde Griep wordt met de sluiting het hutst rekken. Die keuze hebben we maken op basis van geografische spreiding. Om vanuit Hurde Griep naar Gietzerk of vanuit Hurde Griep naar Burgum is beide 6 kilometer. Vind je ervan dat de bibliotheek sluit? Nou, ik vind het net leuk. Nee, ik bedoel maar, ik zie er al zo wat van jet. Ik denk, ik hoor alle dagen net een boek. Maar ik moet zeggen, ik wil wel eens even hier een bakje koffie en even met verschillende mensen even praten. Dat is eigenlijk het mooie ervan. Ik kom er net zo vaak, want ik lees een hele protte. Maar ik mag net de stok achter de deur gaan, van dan mag ik dan dat boek inleveren. Is het wel, dus, maar voor de bij vind ik het heel schande. De jeugd vind ik het schande. Ja, heel erg jammer. Onze kinderen die gaan graag naar de bibliotheek en we nemen er graag boeken van. Het is wel fijn als het dan dichtbij is, dat je niet ver weg hoeft met de auto. Het is toch een extra drempel. Dus ik vind het heel jammer. Er wordt nog zien of het mogelijk is om het gebouw als moedingsplak te behouden, maar een lijsttafel.